Vorige keer schakelde ik de hulp in van wat kinderen. En zij hielpen mij met het bepalen van wat de robot allemaal moet kunnen. Hey, ik ben hier vandaag op het containerpark in Wilrijk en ik heb hier afgesproken met Ben en Lorenz om spulletjes te ronselen om in onze robot te verwerken. Maar misschien moet ik eerst iets anders aandoen. Oei. Nee, deze is ook niet goed. Ja, dat is beter. Oké. Ben en Lorenz. Ben! Lorenz! Ben! Lorenz! Ben! Lorenz! Ben! Lorenz! Ja, die zijn hier niet, hè? Die zijn mij vergeten. Ben! Lorenz! Hier zijn jullie. Hey, Nathan. Ja, we zijn al spulletjes aan het verzamelen voor onze robot. Ah. Super, hè? Ja. Zeg, een vraagje. Wat hebben wij allemaal nodig? Dus we hebben iets nodig voor het hoofd, iets voor het lichaam en voor de armen. Ja. Ik denk dat dat een goede arm is, met een oogje. En jullie denken dat wij dat hier allemaal gaan vinden, op deze schroothoop? Wel, voor veel mensen is dit afval, maar voor ons echt een bron aan materiaal. Hier kunnen we echt mee aan de slag. Oké, cool. Moet eens kijken wat hier allemaal is. Ja, oké. Kijk, kijk. Oeh. Wauw. Daar kunnen we ons robot mee decoreren. Ja, Ben. Nathan hier, hè. Zeg, ik heb hier een strijkijzer gevonden. Wat denk je? Ja. Ja. Oké, meepakken. Lorenz, wat hebben we verzameld? We hebben een oogje. Een webcam en dat wordt het oogje. We hebben een strijkijzer. Een mooi metertje. Dan kunnen we lezen hoe hard onze robot onder stress staat. Dan hebben we nog strijkparels. Een buis. Als arm. Een laptop. En dan hebben we nog een boxje. Luidspreker. En het belangrijkste van allemaal is de ton. Want deze ton wordt het lichaam van onze robot. Oh ja. Ah, Ben is er, Ben is er. Ziezo. Ja. Oké, er is nog veel werk aan de winkel, so let's go! Ben, Lorenz, wat? Lorenz, wat? Ben, Lorenz, wat? Ben.